Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en dit is weer een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda. In de vorige aflevering hebben wij de 7e level gehaald en dat was eigenlijk vrij makkelijk. In deze aflevering gaan wij dan de laatste stukje van de Triforce halen. Zoals je al kunt zien, ik heb ook nog eventjes in de tussentijd wat roepies bij elkaar verzameld en nog wat nieuw potion gekocht. Maar nog geen nieuw voedsel. Die moet ik nog kopen. Maar waar we heen gaan, hebben we die niet echt nodig. Maar voordat ik het spel uitspeel, zal ik wel weer nieuw voedsel aanschaffen. Want ik wil niet een lege plek in mijn inventory hebben. Maar goed, nu gaan we door naar level 8. En dit is eigenlijk vrij ver. Aan de andere kant. Auw! Oh wacht, ik wil eventjes nog wat anders even laten zien. Hierboven. Heb je. Dit zie je hier het beste. De zee hier. En daar. Aan de rand. Hier de bovenste. En ook helemaal aan de rand op het einde hier. En hier in het midden hebben we een andere kleur. Dit is een bruin-blauw en dit is groen-blauw. Dat komt omdat de NES een bepaalde, maar een beperkte kleurenpalet aan kan. Maar het is eigenlijk een programmeertrucje waarbij je eigenlijk een groter palet aan kan. Hierdoor het midden heeft een ander kleurenpalet dan de buitenste rand. Waardoor eigenlijk je groene bomen bij een bruine rots kunt krijgen. En dat vind ik wel geinig hoe ze dat toch door beperkingen van het systeem toch nog een behoorlijk levendige wereld kunnen maken hier. Ziet er best geinig uit. En hier heb je eigenlijk ook weer hetzelfde trucje. Want dat zie je hier ook weer in het water. Maar dan zit de bruine in het midden. Auw. Moet niet al te veel geraakt worden, want anders... En roepies kan ik aan de andere kant wel nog wel gebruiken. Want waar we heen gaan, zullen we denk ik wel heel wat roepies hebben. En ik denk dat ik hier ook weer een volgende game over kan verwachten. Ja, dat zat ik niet goed. Ik moet volgens mij hier naar boven. Nog iets hoger. Nee, niet hoger. Verder naar rechts. Ja, sorry, ik ben een beetje de weg kwijt. Mijn excuses daarvoor. En dan hier naar onder, denk ik. Oh. Auw. Ja, daar hebben we hem al. Ferry. Yay. Ferry. Nee, ik zit toch weer te laag. Poppie is altijd handig. Ah. Ik moet hier die bovenste hebben. Daar moet ik heen. Ja, nu zit ik op de juiste weg. Waarom deed ik dat? Ik zag dat ding aankomen. Nou moet ik hier omlaag. En nou zijn we bij de ingang van de 8e kerker. Al zou je denken, ik zou zelf denk ik wel zeggen van, hey, waar is die ingang dan? Die ingang zit onder een boom verstopt. Ja, je moet een boom verbranden. Maar goed, laten we dan nu de 8e kerker ingaan. Dat wordt nog wat. Darknuts zijn hier vol. En laat ik zo zeggen, de NES kan zelfs hier het aantal
Darkness een aantal vijanden wat hierin zitten ook niet altijd even goed aan. Oh boy. Ik heb geluk dat... Wat zei ik alweer? Maar zoals je zag, je hoeft hier niet alle vijanden te verslaan. Sleutel lag al gewoon open. Volgende kamer. Moet ik daar ook alle vijanden verslaan? Volgens mij... Ja, volgens mij wel. En jammer genoeg is dit een manhandelaar. Met een gigantische... Met een... Stone... Oeh! Dat is wel aardig van manhandelaar dat hij mij een... Veetje gaf. Kom op, ga er eens in. En hier... Oh ja. Hier moet ik... Oh, met darknuts en gibdo's. Wil je niet... Oeh. Hey, ik ben hier een beetje onbeschadigd doorheen gekomen. Ja, de gibdo's zelf zijn niet zo... Zo... Problematisch, want die kun je van alle kanten... Wat zei ik ook alweer? Oh nee. Toch nog geraakt. Ik zei, die kun je van alle kanten verslaan, maar... Schijnbaar niet. Hier hebben we het magische boek. En wat is het magische boek? Is eigenlijk... Een passief item. Op zichzelf duurt het niks, maar in combinatie met de staf... Even op het einde komt er een vuurtje als het iets raakt. Dus eigenlijk effectief wordt de staf nu ook een... Hoe moet ik het zeggen? Een kaars. En die kun je net zo goed... Veelvuldig gebruiken. Net zoals de rode kaars. Wordt de rode kaars een beetje nutteloos. Maar dit was nog maar het begin. Tijd om de volgende te doen. Deze hoef je ook niet per se te verslaan. Maar het zou... Damn it! Wel handig zijn. Want dan hoef je... Als je daarna nog een keer komt. Ah! Kijk, dit krijg je als je dus verschillende hoofden hebt. Dan gaat hij wel erg snel. Maar nu komt hij dus niet meer terug. Nu, dit is ook echt gewoon een baasgevecht, als het ware. Dus als ik hier... Deze heb ik nu Kijk! Ah! Achtervolg me niet! Ah, door die dingen, die stambeelden, echt waar! Ah, dat is het ergste in dit gedeelte. Alsof die Darknuts, huh? Op zichzelf nog niet genoeg zijn. Nee, je moet hier ook nog die stambeelden door. Zucht. En hier hebben we weer Pulse Voice. En hierom wil ik ook eigenlijk enigszins meerdere... Oeh. Maar je hoeft ze niet allemaal te verslaan. Is wel handig. Want wie weet wat ze achterlaten. Meestal roepies. Maar een kompas lag er in ieder geval al voor je om op te pakken. Volgende kamer. Oh. Die hoef je ook eigenlijk niet de vijanden te verslaan. Is wel makkelijk. Maar het is niet bepaald nodig. Auw. Het is gewoon mijn, ja, hoe moet ik het zeggen? Obsessief gedrag. Obsessie om alles te verslaan. Verslaan. Ah, gelukkig zijn dit wel rode darknuts. Auw.
En die moet je wel verslaan, wil je de sleutel krijgen. Maar goed, als je genoeg sleutels hebt. Zo moet ik heen. En dan kom ik hier bovenuit. En nou hebben we. Volgens mij hebben we deze nog niet gezien. Dit is de blauwe goma. En blauwe goma, in tegenstelling tot de rode goma, kun je niet met één pijl. Niek, jongen! Met één pijl verslaan. Hier heb je 3 pijlen voor nodig. En in mijn geval wel 100. Ja, die projectielen ontwijken. En hem in de ogen kunnen schieten. Dat is nogal lastig. Maar hij laat jammer genoeg niks achter. Maar we moeten hem wel verslaan, willen we hier komen. Spectacle Rock is an entrance to death. Deze hint is eigenlijk een hint waar de ingang van de laatste level is. Ah, daar zit de eindbaas aan die kant. Maar we kunnen daar een bom neerleggen en dat heeft geen nut, want daar kun je toch niet doorheen. Dus laten we maar verder gaan. En hier doorheen gaan. Ja, op dit moment ben ik niet meer zo huiverig om. Hoe moet ik het zeggen? Om sleutels te gebruiken. Want vooral vanwege wat we in dit level nog meer kunnen verwachten. Oeh. Daardoor. Ai. Kom op. Hierdoor. En deze. Dus deze kamer. Nee. Oh boy. Dan moet ik. En hiervoor heb ik dus een rood potion nodig. Want het stikt hier echt van de darknets. Auw. Man. Kom. Ik moet hier echt. Sorry dat ik niet zoveel zeg, maar ik ben me hier echt aan het concentreren, want dit is de kamer waar je echt afgaat. Hier lijkt het alsof je alleen maar naar rechts kunt gaan. Als je sleutels genoeg hebt, zoals ik hierboven, is het misschien verstandig om naar rechts te gaan en dan ga je richting de eindbaas. Sleutels genoeg, hiermee kom je ook nog wel de volgende laatste dungeon mee door. En deze dungeon. Ik, aan de andere kant. Ja, wanneer is de laatste keer dat ik überhaupt iets verstandigs heb gedaan? Dus dan pakken we een bommetje en dan gaan we hier naar boven. Ja, er is nog meer in deze kerker dan alleen dat. Oh. Nee, ik wil er niet terug uitgaan. Wauw! Damn! Dat is me nog nooit gelukt. Oh, wauw. Dat is wel erg gaaf. Met één bom hem kapot maken. Nou, als we hier naar rechts gaan, het ziet er niet naar uit alsof er iets is, maar er zit daadwerkelijk een geheime kamer hier. Met roepies. Niet zoveel roepies, maar goed. Ah, altijd beter dan niks. Volgende kamer.
is... Ja, het ziet er misschien niet naar uit, maar hier zit ook een schat. Daarvoor zou ik eerst eventjes deze pakken. Want anders... Want hier rechts zit namelijk een doorgang. En dan kun je denk ik ook wel bedenken wat de schat is dat hier... Als ik al zie wat voor hoeveel ik bommen ik überhaupt heb. Ja, dat zal niet veel. Had ik ook wel later kunnen doen. Er zouden echt geen bommen verloren zijn gegaan. Oh. Hier hebben we weer een blauwe gomme. En nu zitten we vol met... Nee. Kom op zeg. Kom. Nee. Dit is geen bullet hell game. Yay! Als je hier naar boven gaat, kom je in een gevaarlijke ruimte terecht. Ik ga liever eerst deze doen. Want dat is eigenlijk... Niet dat dit een betere ruimte is. Maar in ieder geval, daarboven zit een kamer wat eigenlijk gewoon een en al een val is. Nee! Ik had een potion! Waarom had ik hem niet gebruikt? Oké, welkom dames en heren. Ik ben weer terug waar ik gebleven was. Die kamer hierboven is een valkamer. Misschien is het wel beter om hier eens even te laten zien. Het is een makkelijkere valkamer. Niet eens! Ja, die wil ik hebben. Oh, dankjewel. Oh man, wat... Werkelijk. Oh, met ik... Sorry. Maar je moet hier dus alle darkness verslaan. En daarbij is een klok zo handig, hè, darkness. En het enige wat je krijgt is een bom. Ja, niet echt waard. Als ik niet... laat ik hier maar heen gaan. Kijken of ik nu wel beter... Die springen op en neer. Waarom zit er nou nu geen gastjes in de daar binnenin? Oh, niet weer. Ik was er niet echt veel beter aan, maar deze keer had ik ieder... Nou! Anders, laat me je... Oké. Dit is waarom je hierheen wil gaan. Als je enigszins sleutels tekort komt, dan is dit zeker een handige plaats om heen te gaan. Want je vindt hier de magische sleutel. Als je nu bovenin kijkt, zie je bij de sleutelicoon een A staan, niet meer een getalletje. Dat betekent dat ik eigenlijk een oneindig aantal kleine sleutels heb. Want als ik hier nu deze deur open, zie je dat het getal ook niet verandert. Waardoor ik eigenlijk dus een oneindig aantal kleine deuren kan openen. En nou moet ik weer die kamer in. Oh boy. Deze kamer. Want toen ik hierheen kwam, heb ik een beetje gefaald. En... Nee! Altijd handig. Klokkie is nog handiger bij die. Maar ik kan nu zeggen, we hebben hier twee schatten in deze kerker gevonden. Het magische boek. Ja. Dag. Alsjeblieft, laat mij erin. Ik wil hier niet vechten.
Oh, dat was niet de bedoeling. Ook effectief. Dat werkt ook. Oh, pijl en boog moet ik hebben. Niet de magische staf. En ik wilde niet terug erin gaan. Hier, zoals je kunt, waarschijnlijk kunt horen, als je goed luistert, zit hier boven. Nou, ja, dat is niet meer nuttig om deze op te pakken. Zit hier boven de kamer zit de eindbaas. Kun je ook op de kaart zien. Je kunt daar een bom neerleggen en dan kom je bij de eindbaas uit. Ik ga hier opzij. Omdat ik hier... deze kamers ook nog wil laten zien. En dit is een kamer die je niet hoeft te doen. Dus dag dat ik al die darkness ga verslaan. The tenth enemy has the bomb. Dat betekent dus dat de tiende vijand heeft een kan heeft de ja de mogelijkheid om een bom achter te laten. Daar zitten nog wel enigszins extra dingen aan. Volgens mij moet je er zitten nog extra dingen aan dat je ook een tiende vijand dat je niet geraakt wordt. Hier hebben we Gliok. Deze Gliok heeft 4 hoofden. En hier moet je dus 4 hoofden verslaan. Niet zo moeilijk. Wel beter dan Aquamantus van de vorige. Ook al is deze baas weer hergebruikt. Is het wel beter dan Aquamantus, want Aquamantus was echt gewoon exact hetzelfde als level 1. Maar Gliok hier had in plaats van dat hij 2 hoofden had, nog in ieder geval 4 hoofden. Dus het was wel iets moeilijker. Maar nu hebben we ook de laatste stukje van de Triforce gehaald en komen we aan het einde van level 8. En ik ben niet game over gegaan. Yay! Dat deed ik in mijn oefenen dus helemaal niet. Hahaha! Oh man. Oh. Die mogen wel eerst nog eventjes aan de kant, want anders lopen ze mij overop. Maar goed, nu hebben we dus een complete Triforce van wijsheid. En hiermee... nou, ik denk dat ik nog wel eventjes wat nieuw medicijn ga halen. En ik denk ook dat ik mijn voedsel weer eens aanvul. Want... dat zal wel wat nodig zijn. Maar goed, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En in de volgende... telefoon. In de volgende aflevering gaan wij dan... ja, dat zal dan ook de laatste aflevering zijn. Want dan gaan wij naar de eindbaas. We hebben nu alle Triforce stukjes. En dan is het nu de bedoeling om Zelda zelf te gaan redden. Dus, ik hoop dat jullie weer terugkomen voor die laatste aflevering. En tot dan, tot ziens. Doei!